De Blauwe Golven. Het is het meest bekende en iconische kunstwerk van heel Arnhem. En het grootste openbare kunstwerk van heel Europa. De laatste tijd lag het er wat gedateerd bij. Maar zoals je kan zien, is daar verandering in aan het komen. Het is een mooi werk, het is een kunstwerk. Voor Arnhem heel belangrijk natuurlijk. Voor ons een heel mooi werk. Hoe bent u toenertijd bij dit project betrokken geraakt? Ik kreeg van de gemeente het verzoek om een parkeerterrein te ontwerpen onder een toen nog aan te leggen brug. En hier staan we nu? En hier staan we nu. Hoe kijkt u er tegenaan dat het na al die jaren nu vernieuwd wordt? Ja, dat is heel prettig. Een grote stap gunstiger dan het ooit was. Maar hoe maak je nou van een platte steen een golf? Nou, wij krijgen een tekening aangeleverd. Daar staan maten op. Die worden er met de Total Station ingezet. Dat is een uitzetapparaat die de hoogte en de lengtematen erin zet. En aan de hand van die maten gaan wij de golven erin maken. Daar gaat natuurlijk niet 1, 2, 3. Daar hebben wij een aparte mouw voor. Zo zijn alle golven gemaakt. Ja, op die manier proberen wij de golven er zo netjes mogelijk in te krijgen. Het is apart werk. Dat is wel mooi om te maken, ja. Dit is ons ding. Dat vinden wij mooi.